Na het gelijke spel tegen FC Dordrecht is de selectie van Kees van Wonderen weer volop aan het trainen. De jonge selectie van gemiddeld 22,7 jaar bereidt zich nu voor de lange reis naar Leeuwarden. Daar treffen ze de tegenstander Cambuur voor de tweede competitiewedstrijd van het seizoen. Deze wedstrijd wordt op vrijdag 11 september gespeeld. Dit weekend heeft Go Ahead Eagles rust vanwege de verplaatsing van de thuiswedstrijd tegen de Graafschap. Die wedstrijd werd gezien als te risicovol door de burgemeester. Enerzijds vanwege corona en vanwege het verleden met de superboeren. Natuurlijk is er op vrijdag 11 september weer een live verslag vanuit het stadion door DRTV met Patrick Kieftenbelt en Erik van Luttighuizen. Dit verslag is te volgen op Deventer Radio.